Jullie winnen van Benfica. Een topclub, de laatste 2 jaar Europa League finale. Zit in de eerste pot bij de Champions League bijvoorbeeld. Wat zegt dat? Nou ja, natuurlijk is dat een hele mooie uitslag. Want niet heel veel clubs zullen hier winnen in Stadio de Luz tegen Benfica. En ik moet zeggen, we hadden ook een fantastische doelman vandaag. Ja, je hebt spelers daarvan zeggen, als die een penalty nemen is een zekerheidje. Heb je ook keepers, als die een penalty tegenkrijgen, is een zekerheidje dat ze hem houden? Nee, ik heb er wel wat tegengehouden, maar het is natuurlijk geen zekerheid dat ik elke penalty tegenhoud. Het gebeurt wel erg vaak. Dat klopt. Dat kan ik ook niet ontkennen. Nee, ik heb de afgelopen tijd had ik heel veel penalties tegen mogen houden. Ja. Het is voor mij een beetje geluk. Was die penalty in bekroning ook een hele goede wedstrijd van jou? Een bekroning. Nee, ik zat natuurlijk wel lekker in de wedstrijd. Maar ik had ook wel een beetje het gevoel dat hij me in die hoek zou gaan schieten. Hoe komt dat gevoel dan? Zie je het aan zijn lopen? Of? Nee, ik keek natuurlijk eerst of hij rechts- of linkspoot was. Hij was een rechtspoot. En ja, ik had eigenlijk het gevoel dat hij hem in die hoek zou gaan schieten. Natuurlijk weet je natuurlijk nooit. Maar je moet natuurlijk zo lang mogelijk blijven staan. En het is gelukkig weer gelukt. We weten dat Kennedy een fantastische katachtige reactie heeft. Maar pak hem nog klem ook. Fantastisch gedaan, moet ik zeggen. Maar daarnaast heeft hij ook nog de eerste helft. Dat hij, ik weet niet of het buitenspel was in ieder geval. Maar ja, hij bleef zo lang goed staan. En dan is Kennedy echt op zijn top. Met zijn reactie en dan behoudt hij op 0-0 op dat moment. En dan daarna een keer de bal misschien een half van richting of in ieder geval uit de korte hoek nog weggetikt. Dus we stoppen vandaag. Afgelopen week ben ik eigenlijk sinds de Lutte uit geweest. Dat heb ik een lies-blessure had. Dus dit was voor mij weer een kans om lekker weer minuten te gaan pakken. Het was nog best wel zwaar, maar ik vond het wel lekker om weer in een stadion te spelen. Het heeft weer een beetje een andere sfeer dan een wedstrijd op een complex. Van de amateurclub. Dus ik vond het wel heerlijk om de wedstrijd te spelen. Ja. Die wedstrijd tegen PEC Zwolle onder Johan Cruijffshal, hoe zie jij die? Is dat de allerlaatste voorbereiding? Of is dat echt het begin van het seizoen en misschien ook wel wraak voor die bekerfinale? Nou, dat sowieso natuurlijk. Daarnaast is het een prijs die je graag wil winnen. Maar het blijft natuurlijk staan dat de competitie verderweg het belangrijkste is natuurlijk. Maar desondanks wil je gewoon die wedstrijd winnen. En wat jij net terecht zegt, ik denk dat we ook wel wat goed te maken hebben tegen Zwolle. Ja, het was natuurlijk geen leuke wedstrijd in de Kuip. Je verliest die wedstrijd met een grote uitslag. En dat was normaal gesproken niet de bedoeling. En nu spelen we in de arena en dan moeten we iets rechtzetten. Ik denk het wel. Als je de voorbereiding helemaal bekeken hebt, zijn jullie dan echt klaar voor het nieuwe seizoen en voor die wedstrijd dus ook? Nou, ik denk het wel. We hebben natuurlijk nu nog een hele week om naar PEC toe te leven. We weten dat PEC gewoon een hele goede ploeg heeft, goed kan voetballen. Dus we zullen geopend top gemotiveerd moeten zijn om die wedstrijd gewoon te moeten en willen winnen. Hoe ga jij die eerste weken van het seizoen in? Je weet dat Jasper Sillers er later instroomt. Hoe is dat voor jou? Hoe het voor mij is? Eigenlijk zoals altijd. Zolang ik bij Ajax ben, word je gewoon het uiterste best voor de club te doen. En dat doe ik ook altijd. Dus het is nu voor mij, Jasper is er nog niet. En het ziet ernaar uit dat ik dan in het begin ga starten. Dus voor mij is het gewoon zaak dat ik het gewoon goed ga doen. Kijk je ernaar uit? Tuurlijk, ik kijk naar elke wedstrijd uit die ik mag gaan spelen. Dus we zullen zien hoeveel het er zullen zijn. Maar ik zal natuurlijk uit mijn uiterste best gaan doen. Heb je idee dat je ploeg er helemaal klaar voor is? Dat de voorbereiding goed is verlopen? Dat iedereen topfit aan het seizoen kan beginnen? Ja, ik denk wel dat we er klaar voor zijn in ieder geval. We hebben een fantastische voorbereiding, denk ik, gehad. Alleen, dan moet je natuurlijk wel de vruchten gaan van plukken. En laten we beginnen met de Johan Cruijffshal.